mijn god, kijk naar haar kont. Oh mijn god, kijk naar mijn kont. Hallo allemaal, ik ben Rutger en welkom bij deze gloednieuwe video. Het is een beetje een behind the scenes making of slash blooper video van de nieuwe vertalen. Ik ga vandaag de nieuwe vertalen opnemen, het is nu nog vroeg. En zoals je waarschijnlijk hebt gezien, gebruik ik in de nieuwe vertalen heliumballonnen. Omdat bepaalde liedjes zo hoog zijn dat het gewoon niet met mijn normale stem te doen is. Probleem is alleen dat ze hier totaal niet in de buurt hebben. Dus ik moet nu met het openbaar vervoer naar een andere stad toe, waar ik die heliumballonnen kan gaan ophalen. En ik vroeg, mevrouw, heeft u misschien aan de telefoon, ik heb ze net gebeld, heeft u misschien zo'n tankje, weet je wel, dat ik een stuk of 20 ballonnen ermee thuis kan opblazen. Maar nee, die hebben ze niet. Dus ik moet nu zo meteen met 10 ballonnen, 10 heliumballonnen en het stormt buiten, met het openbaar vervoer, met de bus, over straat, een kwartier lopen en ja, ik denk dat het echt heel erg ongemakkelijk gaat worden, maar het is het vast allemaal waard, want ik heb gewoon echt die heliumballonnen nodig. Dus laten we maar gaan. Het waait serieus ook echt heel erg hard, het stormt gewoon. Maar ik ben dus onderweg en ik ben terwijl een beetje de liedjes aan het oefenen voor straks. Want dan denk je misschien niet helemaal bijna als je de video kijkt, maar het is best lastig hoor, om al die teksten, nou ja, natuurlijk eerst te vertalen. Dat is stap 1, maar je moet ook nog alles onthouden. En bij sommige liedjes gaat het wel, maar deze keer bijvoorbeeld Happy Little Pill. Die tekst slaat zo nergens op, dat het echt heel erg lastig is om te onthouden. Iedereen wil mijn meisje ontstenen. Iedereen wil haar hart meenemen. 1 miljard in de hele wereld. Maar zoek een ander, want zij hoort echt bij mij. Die is dan wel weer makkelijker. Maar er zijn er dus ook een aantal die een stuk moeilijker zijn. En ik ga er nog in de bus een paar vertalen. Ik denk dat ik er ongeveer 6, 7 wil gaan doen deze keer. En dan ook een aantal natuurlijk met helium. Check dan hoe hard het waait. Ik zie mezelf al gaan met die ballonnen. Ik sta inmiddels bij de bus en kijk, dit vind ik wel humor. Je hebt hier zo een landschap en heeft iemand hier de Eiffeltoren getekend. En daarover gesproken, ik ga dinsdag naar Parijs. Het is sowieso super leuk, maar dat ga ik natuurlijk ook vloggen. Ik heb er echt super veel zin in. Eigenlijk heb ik school. Maar ja, ik ga naar Passenger en dat vind ik een unieke kans, dus dat mag vast wel. Toch? Ik zie het, het is die winkel daar, de Bladwijzer. Wat een gezelligheid, jongens. Help! Dit wordt helemaal niks met u in. Ik loop echt super voor lul, maar goed. Ik ga naar een... Ik ben er bevallen zelf. Het is trouwens 11 euro aan gebakken lucht. Oh, ik zie mezelf al de bus ingaan zo meteen niet meer, jongens. Wat me ook opvalt is dat iedereen ineens super vriendelijk naar me lacht. Dus ik ga vaker met ballonnen over straat lopen, denk ik. Ik heb maar even een beschut plekje opgezocht. Hier sta ik een beetje uit de wind. Gelukkig zitten ze er nog allemaal aan. Dat vind ik nog bijzonder met die wind. Oh, die gezichten van die mensen toen ik de bus hiermee kon instappen was echt priceless gewoon. Inmiddels ben ik weer bijna thuis. Ik mag 10 minuutjes lopen, maar het stormt zo hard. Ik hoop dat de ballonnen het overleven. En ze zijn alle 10 nog heel. Alhoewel ik heb ze niet eens geteld. Misschien ben ik wel opgelicht. Nou ja, het zal wel kloppen. Maar nu laat ik deze voorlopig hier even hangen. En ik ga nu nog maar even op de piano oefenen. Want ja, dat moet ook nog gebeuren. Tijd om nog een beetje te oefenen. Even kijken. Ik begin maar even met Break Free. En ik ga het dus proberen uit mijn hoofd te doen. Maar het is best lastig. Oké. Okay. Ik ben alleen maar eens aan sterven. Nooit door de handen van de boekenhart. Oh, het is 12 uur. Dat ik het hier kon opnemen vertalen, maar het punt is, dan krijg ik de audio van mijn stem is dan veel te zacht en de piano is veel te hard, dus ik moet nog een keer
kijken of ik ooit hier kan opnemen. Op een of andere manier dat ik hier een microfoon heb en daar een microfoon. Dat ik de ene harder kan zetten dan de ander of zo. Dat hoop ik. Maar voor nu, ja, wordt het toch op het keyboard. En Happy Little Pill vind ik echt wel de lastigste van allemaal deze keer. Want de tekst is gewoon onmogelijk om te onthouden. Het slaat nergens op. De piano is niet heel moeilijk om te spelen of zo, maar die tekst. Dus ik ga hem proberen uit mijn hoofd te doen, maar het gaat dan niet echt goed volgens mij. Shit, dat ging bijna goed. Ik weet alleen de laatste zin niet. Wat was het ook alweer? Verdoof mijn huid. Verdoof mijn huid. Ik besef me net dat het eigenlijk best wel lastig wordt om piano te spelen en helium tegelijk te gebruiken. Omdat je dan je handen overal nodig hebt. Dus ik ga voor het eerst maar karaoke versies gebruiken. En ik zit net Anaconda te vertalen. En dat slaat echt nergens op. Wacht hoor. Mijn Anaconda doet niets. Mijn Anaconda doet niets. Tenzij je broodjes hebt honing. Oh mijn god. Kijk naar haar kont. What the fuck, Nicki Minaj? Oh, echt jouw teksten. Nou, mijn iMac is kapot gegaan, al een tijdje terug. Hij, nou ja, half kapot eigenlijk. Hij start alleen nog maar op in veilige modus. En dan kan je er bijna niks mee. Ik weet niet precies wat veilige modus verder inhoudt, maar je kan niet echt muziek op je boxen afspelen. En, want volgens mij is de grafische kaart kapot. Dus ik heb maar een nieuwe moeten bestellen, helaas. Maar, want deze is ook al echt 5 of 6 jaar oud. Maar het is wel heel erg vervelend, want het duurt 3 uur om nu op te starten. Maar gelukkig kan ik wel het Virtual logo op de achtergrond nog krijgen. Maar dat is ook echt alles wat ik er momenteel mee kan. Zo, ik heb denk ik genoeg geoefend en ik ben inmiddels gedoucht, maar gedaan. Dus ik ben er soort van klaar voor. Dus kom maar mee. Ta-ta, 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 ta-ta. Kijk, ik heb een beetje ballon op de achtergrond gedaan. En de keyboard staat klaar en de camera staat klaar. Lamp staat klaar, alles staat klaar, dus ik ga maar beginnen. Oké. Hallo allemaal en welkom bij deze hele speciale 5e editie van... Vertalen! Yay! Yay, ik ben inmiddels klaar. Het is allemaal gelukt. En eigenlijk was het moeilijkste nog niet eens de liedjes zelf zingen, maar de ballonnen uit elkaar krijgen om het helium te kunnen opademen. Dus die knoopjes, die zaten zo strak en heel mijn vingers doen pijn. Ja, ik ben heel erg zielig. Maar in ieder geval, het zit er dus op. En ja, dus ik ga bij deze ook de video afsluiten. Dan kan ik aan de slag, kan ik gaan monteren. En dan hoop ik dat het een hele leuke video is geworden. Ja, jullie hebben hem nu al gezien, dus het is een beetje raar. Ik weet nog niet of de video leuk is geworden. Maar in ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, youtube.com/Rutger, kan je dat natuurlijk doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn avonturen die ik buiten mijn filmpjes om beleef, terwijl het ook weer in een filmpje is. Snap je het? Ja, die is echt diep. Anyway, heel erg bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ik zie je heel graag de volgende keer weer. Doei!